Goedemiddag, welkom bij NA Next, live vanuit het gebouw van het ontwikkelingsbedrijf. Mijn naam is Thijs Penning, ik ben directeur van het ontwikkelingsbedrijf. En we gaan vanmiddag het gesprek voeren over de woningbouw, het bouwen in de regio en hoe bouwen eigenlijk uit de coronacrisis. Ik heb drie hele interessante gesprekspartners aan tafel zitten. Dick Min van het gelijknamige bouwbedrijf en voorzitter van Bouwend Nederland, Noord-Holland Noord. Paul Verbrugge, wethouder in Alkmaar. En je hebt nog een andere rol, ook voorzitter van een groot bouwoverleg in Noord-Holland. Daar komen we straks zeker over te spreken. En Friso de Zeeuw, voorzitter van het Economisch Forum. Welkom. Corona, dat is eigenlijk de aanleiding toch wel van dit programma. Daar zijn we ooit mee begonnen. Dus Dick, ik wil eerst maar eens met jou praten. Hoe heb jij de routes op jouw stijgers gelegd? Hoe heb je gezorgd dat we corona-free in de keten onze lunch doormaken? Kortom, kan je eens even vertellen hoe de bouw de afgelopen periode heeft beleefd? Nou, ik denk dat Bouwend Nederland goed met de overheid, de Rijksoverheid, opgetrokken heeft met een protocol wat ze eigenlijk vrij snel in elkaar gezet hebben om de bouw toch doorgang te laten vinden in coronatijd. Is men daar opgetrokken. Ja, binnen de bouwbedrijven heeft men natuurlijk het protocol moeten volgen. Geschaft in shifts, dat is natuurlijk een makkelijke om te doen. Ik ben zelf een inframan, dus voor ons zijn we vaak buiten, dus dat is wat makkelijker. Ik weet dat bij de bouwbedrijven hebben ze natuurlijk ook protocollen gemaakt als men bij mensen in huis moesten, dat de bewoners gewoon in de woonkamer bleven en dan via de hal naar boven als er wat verbouwd moest worden. Dus ja, dat is eigenlijk vrij strikt gevolgd. En ja, ik ken ook geen situaties waar dus corona uit voorgekomen is. Was de bouw een van de weinige sectoren die gewoon onbekommerd door is gegaan? Ja, en ik denk ook dat het een heel groot goed is dat dat gebeurd is. Want als het wel stilgelegd had geworden, had het natuurlijk economische schade gigantisch geweest. En we hebben natuurlijk al, daar gaan we zo meteen ook waarschijnlijk over hebben, over een tekort aan woningbouw. Die komt dan uit een vorige crisis. Maar die hebben we nu in ieder geval, heeft men door kunnen bouwen. Men heeft natuurlijk wel misschien daar wel wat op in moeten leveren qua masjes. Maar het is in ieder geval doorgegaan. En dat is natuurlijk een heel groot goed. Dus, De bouw heeft eigenlijk geen corona-klap gehad. Geen V-figuren. Je hebt een hele andere uitdaging. Ik denk dat we daar straks nog wel verder over komen te spreken. Ja. Paul, je bent de vertegenwoordiger van de overheid. Iedere dag heel druk bezig daarmee. Kan jij eens vertellen wat de overheid heeft gedaan om nu al na te denken over de bouw? Want nou, we horen van Dick, het loopt gewoon goed op dit moment. Maar wat doe jij nu om het goed te laten lopen? En vooral ver vooruit blijven plannen. Ja. We hebben gelukkig in de afgelopen tijd, sinds maart, geen vertragingen gekend, of echte vertragingen gekend in alle processen die we nodig hebben om tot vergunningverlening te komen. En dat helpt. En daarmee kunnen we het werkproces gewoon door laten gaan. En we kijken verder vooruit om te zorgen dat we plannen die we met elkaar hebben in de regio, dat die gewoon door kunnen blijven gaan. Dus we zijn niet op onze handen gaan zitten. We zijn ook niet verschrikt naar voren gaan kijken van, oh jee, wat gebeurt ons nu? We weten dat we veel woningen moeten bouwen. We zijn doorgegaan met plannen maken, ook richting de provinciale Rijksoverheid. Om te zorgen dat we ook de komende jaren, en niet de komende 3 jaar, maar de komende tientallen jaren, door kunnen gaan met bouwen van woningen in de regio. Nou, dus in feite ben jij voor Dick aan het regelen dat op het moment de laatste portefeuille onderdelen eruit zijn, dat hij weer door kan? Ja. Zodra vandaag nog een bouwplan gestart weer met het slopen van een kwakelhuis in Alkmaar. Het gaat gelukkig gewoon door. Het is niet zo van dat, net als in de vorige crisis, er in één keer een krakende stilstand ontstond. De markt is ook nog steeds heel rijk wat dat betreft. Er worden echt goed en voldoende huizen verkocht nog steeds. Friso, voorzitter van het Economisch Forum. Jij vertegenwoordigt een hele grote groep ondernemers in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Je hebt een achterban die divers is, sectoren die het heel moeilijk hebben. En dus ook de bouwsector als achterban. Hoe kijk jij nu naar de bouw vanuit jouw kennis van de ontwikkelingen in de regio? Wat zie je gebeuren? Wat Dick ook aangaf, dat er een hoop doorgaat nog. En dat de overheid daar in het algemeen, zoals ook aangegeven, aan meewerkt. Sommige overheids... Het beeld is, als je meer precies kijkt, gedifferentieerd. Is verschillend. Ja, sommige vond het verhaal van Paul te mooi. Ja, ik denk... Een deel van de gemeente, en alleen maar of vanwege de lieve vrede, hetgeen niet geheel mijn aard is, maar op dit punt wel, en dat is ook zo,
dat een aantal gemeenten, waaronder Alkmaar, doorstomen. Ja. En ook het proces van overleg, vergunningverlening doorzetten. Dat is niet bij alle gemeenten zo, daar stokt het. Vaak kan je het niet alleen maar digitaal afhandelen. Het gaat om grote belangen, grote bedragen en moet je echt bij elkaar zitten. Dat is te doen als je de regels in acht neemt. En als dat maar wordt uitgesteld, ja, dan houdt het hele treintje stokt, zal ik maar zeggen. Dat komen we ook tegen. Ja. Mocht het zo zijn, nou laat ik nog even vooraf zeggen dat ik dus onderschrijf, ook Paul aangaf, het gaat tot nu toe goed in de woningbouw, het houdt zich goed. Maar we weten niet hoe dat overmorgen is. Als er veel werkloosheid komt en de psychologie van de mensen komt er rem op te staan voor het doen van grote uitgaven wat een woning is, dan hebben we een heel ander beeld natuurlijk. Maar als je daar weer doorheen kijkt, dan wijst alles er eigenlijk op dat structureel die grote vraag naar woningen, dat die blijft. Dus vooral doorgaan met het maken van die plannen die niet zoals in de vorige keer schrappen en denken het houdt op. Als je de uitlatingen uit die crisis van rond 2009, 2010 tot en met 2013 ziet, ook van vooraanstaande adviseurs en vanuit het kabinet, we hebben geen vraag meer. Nou, dat we zeggen, wij kenners hebben gezegd. Dat hebben we nu opgelopen, als het ware. Die achterstand, ja. Daar hebben we nu nog steeds mee te maken en we moeten er alles aan doen om dat te voorkomen. Paul. Nou, we hebben ook nieuwe mechanismen bedacht. Hè. In de regio zijn we samen met de woningmakers. De woningmakers is een verzameling van corporaties, ontwikkelaars en bouwers. Die samen zich hebben verenigd in een consortium, de woningmakers. Feitelijk een groep die de overheid helpt om te versnellen. Daar zijn we ook een alliantie mee aangegaan met de woningmakers. Om die versnelling vorm te geven. En wat we samen met hen doen is, waar lopen we als overheid tegenaan, plannen we wel genoeg en ver vooruit. Maar ook, iedere drie maanden kijken we van wat zit er in de portefeuille, waar zitten de belemmeringen en hoe lossen we die op. Want alleen op die manier kunnen we sneller blijven werken, maar kunnen we ook iedere drie maanden voorwaarts blijven kijken, doen we de juiste dingen in het juiste tempo, met de juiste focus. Ik wil er toch wel even op reageren. Ik wou namelijk nog iets verbreden, want deze heren zijn allebei heel erg van de woningbouw. Maar jij bent ook vanwege waterbouw. Nou rij ik wel eens een keer over straat waarvan ik denk van goh, het zou best prettig zijn als de overheid daar toch iets aan doet. Ja. We hebben natuurlijk net de kaders in Amsterdam gehad die spontaan het leven lieten. Wordt daar ook zo systematisch planmatig gewerkt? Nou, dat zit er natuurlijk wel in. Alleen wat mij beangstigt, ja, eigenlijk is dat wel het goede woord. Het is natuurlijk een onzekere tijd waar we naartoe gaan. Niemand weet wat de gevolgen van de corona. We staan natuurlijk nog aan het begin. Overheid stimuleert de bedrijven om in stand te blijven. Nou, daar zullen er ook een aantal van omvallen die gewoon niet levensvatbaar zijn. Dus er komt werkeloosheid. Dan krijg je dus het vervolg dat als er werkeloosheid komt en de gemeentes staan financieel nu misschien al onder druk en dan nog meer. Ja, dan krijg je dus het verhaal van waar gaan ze op bezuinigen. En als ze dan toch weer ook op onderhoud en investeringen gaan bezuinigen. Ja, dan heb je dus ook met je continuïteit te maken. En dat is eigenlijk voor een bouwbedrijf, of het nou invrij is of bouw, de continuïteit van de opdrachtenstromen, dat is zo belangrijk. Ja. En ik begrijp dat Alkmaar daar op zich op het goede spoor zit. Maar met wat Vriesel ook wel wat kanttekeningen maakt. Er zijn natuurlijk gewoon gemeentes, ambtenaren zitten thuis. Overleggen zijn moeilijk te organiseren. En dan krijg je dus dat wat echt wel de angst in de branche is. Van blijft die opdrachtenstroom wel komen? En daar wil ik toch ook even terug naar 2008 en 2013. Toen heeft de overheid gewoon echt gewoon de bouw laten zitten. Dat was gewoon de kant en klaar. En de gevolgen daarvan zijn de woningtekorten die we nu onder andere hebben. Dus ja, als de overheid daar niet zorgt dat er een continue stroom komt van opdrachten, waar de ondernemers ook zeg maar op kunnen investeren en hun beleid op kunnen maken, ja, dan blijft de angst, en die is er echt bij de bedrijven 2008, dat heeft zo ingegrepen. Er zijn mensen die hebben hun eigen pensioen ingezet om hun bedrijven te redden. Er zijn erbij die het wel gered hebben, er zijn erbij die het niet gered hebben. Dus voordat in de bouw, zeg maar, echt dat iedereen weer zegt van nou, het gaat, we hebben er weer echt vertrouwen in dat die opdrachtenstroom ook echt blijft, ja, dat is een groot. En daar zijn de maatregelen zoals die ze ook maar zijn, de woningmakers gezamenlijk optrekken, vooruitkijken, zorgen voor dat het treintje blijft rijden, zoals Friso dat noemde. Dat is voor de sector eigenlijk, is dat les
die we uit de vorige crisis hebben geleerd en die we aan het doortrekken zijn? Ik denk het wel. Kijk, als je soms aanbestederskalenders ziet, dan heb je hele kluiten dat het bij elkaar zit. Op een hele korte termijn moet je het uitrekenen. Je moet het ook eigenlijk, als je het aangenomen hebt, moet je de volgende week al beginnen. Als daar wat meer ruimte in zit in tijd, dus dat het gewoon planmatig is, dan kan je als aannemer ook zeggen van nou, ik heb nu even geen tijd, maar dat werk past me en dan kan ik erop inschrijven. Maar nu is het hollen of stilstaan. En je weet niet of je, wij hebben ook wel eens inschrijvingen, dan word je 5 keer 2e. Nou, op een gegeven moment dan begint het echt wel te jeuken. Heel eervol. Maar dat weinig zoden aan de dijk. Nee, en dat is gewoon een probleem. Dat is gewoon een probleem. Maar het vraagt dan ook een andere manier van denken en werken op het gebied van infra en onderhoud. Want dan zou je een soort gelijk overleg moeten hebben als wat we nu ook op het gebied van de woningbouw hebben. Want alleen op die manier ga je voorkomen dat je zeg maar van die pieken hebt in het werk die dan niet kunnen. En dat je dan als de provincie zeg maar weer subsidies uitgeeft en dat moet dan voor een bepaalde datum in november, moet dat dan allemaal klaar zijn. Ja, dan weet je gewoon, dan komt er een op het eind, want alles heeft tijd nodig. En dan in november is het natuurlijk gewoon een gekke prop. Dus eigenlijk pleit jij veel meer voor een generiek overleg planmatig, waarbij eigenlijk wordt gezegd, ja, woningbouw begint dat echt goed van de grond te komen. Is de maatschappelijke druk natuurlijk ook enorm hoog, want mensen hebben gewoon een woning nodig. Maar je zegt van, eigenlijk moet dat bouwbreed gebeuren. Ja. Waarom is dat overleg er eigenlijk helemaal niet? Die vraagstelling vind ik niet goed. Oké, die mag geamendeerd worden. Maar ja. probeer hem dan even zo om te bouwen dat het een goede vraag is. Ja, nou omdat de situaties, of de opzet met die woningmakers, dat publiek en privaat op het punt van die woningbouw heel goed samenwerken en die planning in de hand krijgen. Het lijkt allemaal zo voor de hand liggend, maar het is vaak in ons land een beetje een puinhoop met die planning. Er wordt veel te optimistisch gepland. En dat is chronisch. Dat is een soort ziekte. En met die aanpak van die woningmakers, omdat het publiek legt zijn plannen neer, is dus transparant, maar de markt ook. En voor die markt is dat vaak best lastig, dat ze in hun portefeuille, soms ook in de financiën laten kijken. Maar dat is een beetje uniek in Nederland. Dat is begonnen in de regio Alkmaar. De regio Horen, West-Friesland, doet dat nu ook. En ook in de kop, waar de noodzaak, daar is de bouwopgave overzichtelijk, maar daar kan dat ook verder nog doorgevoerd worden. En dat vanuit mijn landelijke functie bereid ik ook die blijde boodschap uit in het land. Dus dat is dus meer uniek, waarvan jij al zegt, en dat zouden we ook kunnen gaan doen voor de weg- en waterbouw, voor de infra. Maar ik proef wel dat een wens is die het leven makkelijker maakt. De markt wordt dan in ieder geval wat overzichtelijk. Maar je hebt natuurlijk met zoveel partijen te maken. Je hebt Alkmaar, Heerengewaard, Maar dat maakt niet uit. Weet je, dat zijn dingen die we regionaal goed kunnen. Ja, maar dan moet er wel een afstemming zijn. Ja, en, maar dat is er. Dus dat is het mooie. Oké, maar thuis nog heel even één punt. Want woningbouw kan namelijk niet goed ontwikkelen zonder goede infrastructuur. Dus het hebben van een goed een mobiliteitssysteem in onze regio, ook in relatie tot de metropoolregio, is voorwaardelijk om woningbouw ook verder te brengen. En we zitten in Holland boven Amsterdam, hebben we zowel een focus op woningbouw als een focus op mobiliteit. Nou, en die wereld die kunnen we heel goed gebruiken om dit soort gesprekken... Dat snap ik, maar de afstemming zeg maar, tussen de gemeente Bergen en de gemeente Alkmaar, wanneer werk op de markt komen, die is er gewoon niet. Dus dat is, die is er nog niet. Nee, maar dat zou dus... Zetten we even op de agenda, dat we dat in de toekomst moeten gaan regelen. Ik wou even toch de stap maken naar de opgave voor de regio. Dat is toch wat meer naar voren kijken. We constateren dat we redelijk uit de coronacrisis zijn gekomen. Laten we hopen dat we geen tweede dip krijgen. Friso, jij bent al heel lang een pleitbezorger dat in deze regio het nodige gaat gebeuren. Ik wil je niet confronteren met je hemdjes en je eieren die je rechtop ging zetten, maar misschien kan je er toch wel een stukje uitleg aan geven wat jouw ambitie in deze regio is en waar die vandaan komt. Ja. En dan kan Paul denk ik daar straks op reageren wat de regio eigenlijk doet. Ja. Dat is al, speelt al denk ik een jaar of 10 dat we daar mee bezig zijn. En waar zijn we dan mee bezig? Wel nu, je hebt deze regio, die bouwt natuurlijk voor zijn eigen woningbehoeften. Ik zet het gelijk even om in ruwe getallen. Ja. Dat betekent voor de komende 10 à 20 jaar 20.000 woningen ongeveer. Alleen, wat we al jarenlang zagen, en daar komt dan zo'n crisis doorheen, dan lijkt dat weg te vallen, misschien straks weer een crisis, maar de lange lijn is dat er vanuit de Amsterdamse regio veel animo is
om hier te gaan wonen. En dat was aanvankelijk ook wel bij de gemeentebestuurders een remming daarbij, want dan worden we weer groeikern en het werk gaat niet mee. Ja, zo'n stadsregio breidt zich steeds meer uit en hier kan je wonen, ruim wonen, vaak nog voor een redelijke prijs. Die zijn ook wel hoog, maar daar in die Amsterdamse regio nog veel hoger. De verbindingen zijn in de afgelopen jaren behoorlijk verbeterd. Daar moet nog wel een slag gemaakt worden. Dus de boodschap is, kijk nou vanuit die Amsterdamse regio niet zo van Haarlem naar Lelystad. Dat is nu het officiële beleid van de metropoolregio Amsterdam. Zo is dat gebied nou eenmaal ingedeeld. Sortiment I-vorm, maar zet dat I meer rechtop vanuit de Haarlemmer meer tot en met Alkmaar en een doorloop naar Bergen en Den Helder. In die noordelijkste deel zwakt het een beetje af wat betreft de regionale uitstraling. Dat weten we allemaal, moeten we ook open over zijn. En dan biedt deze regio veel mogelijkheden. En is bijvoorbeeld ook, als je kijkt naar de maatschappelijke kosten, vrij gunstig. Nou, dat heeft met name toen de gemeentebestuurders overtuigd raakten. Heeft de provincie dat jarenlang tegengehouden onder het vorige regime. Dat is nu wat beter. Ik vind nog de ambitie te weinig. Maar met name de gemeentebestuurders zitten daar nu goed in. En nu gaat het erom, dus we hebben een ambitie van 20.000 woningen plus 40.000 voor die. Dus dat is heel veel, echt heel veel. Om dat in de komende jaren waar te maken. Dus we zijn, zou je kunnen zeggen, nu halverwege na 10 jaar. Paul, je kreeg een compliment van Friso. Dat hoor ik heel duidelijk. Die accepteer ik. Die moet je, denk ik, met liefde. Ja, dat is ook de intro tot een kritiekpuntje. dat maakt niet uit. Ja. Paul, want er wordt in feite gezegd, de regio heeft zijn huiswerk wel behoorlijk gemaakt. Had nog wat meer kunnen zijn, maar er ligt huis. Wat gaat de regio de komende tijd doen? Wat we heel recent gedaan hebben, is met de regio Holland boven Amsterdam samen een woondeal opgeschreven. Om voor onszelf veel scherper te verwoorden wat we aan programma gaan maken. Het programma is een aantal woningen wat we gaan realiseren. En waar? In Horen, in Heerhugowaard, in Alkmaar, in Castricum. Daar zijn we heel duidelijk over geweest. Voor een deel ook nog in Schagen, Middenmeer en Den Helder. Maar dat is kleiner qua volume. Dat hebben we aan de Tweede Kamercommissie aangeboden. Zie dat wij kansen hebben. En dat we in die kansen die we willen verzilveren, de Rijksoverheid ook hard nodig hebben om dit mogelijk te maken. Dan hebben we richting de minister een stukje tekst gemaakt, want de minister wilde geen woondeals meer. Dan hebben we gezegd, dan vatten we hem samen in 2 A4'tjes en dan heb je in ieder geval makkelijk leesbaar. En als je meer wil weten, dan is het woondeal. En als je nog meer wil weten, dan ben je uitgenodigd om graag langs te komen. Maar daar zitten we op dit moment in. We hebben het Rijk nodig om echt te kunnen versnellen. Ambitie hebben we, grond hebben we, plannen hebben we. In Horen aan het station, in Heerhugowaard ook. In Alkmaar, het Alkmaarskanaal, tussen Heiloo en Castricum, de Zandzoom. Er liggen heel veel plannen, er ligt heel veel ambitie. En nu moeten we het met elkaar waarmaken. En dat betekent dat we de overheid, de Rijksoverheid en de provinciale overheid aan onze zijde willen hebben. Om dat ook verder te kunnen brengen. En wat Friso net ook zegt, de regio Alkmaar en de gemeente Horen, die liggen echt in het daily urban system van Amsterdam. En dat nieuws, het op zijn kant zetten van dat ei, dat is eindelijk gevallen. Ik hoor Lex Brandsen, de nieuwe woningbouwambassadeur van de provincie, hoor ik dat nu ook zeggen. Zo van, we moeten niet alleen naar Lelystad kijken, we moeten vooral kijken naar Alkmaar en naar Horen. Want die liggen namelijk in dat daily urban system van de metropoolregio. En ze zijn toevallig ook nog onderdeel van de provincie Noord-Holland, waar de provincie Noord-Holland over gaat. Ja, dat is dan toeval. Dus maar waar het om gaat is dat je veel meer denkt vanuit die samenhang. En zeg maar weggaat uit dat beeld van dat de MRA iets bijzonders is. Het is wel goed nieuws voor de bouw, wat ik hoor. Zeker. Doen jullie al heel erg in het debat mee? Want je bent ook vertegenwoordiger van Bouwend Nederland, Noord-Holland Noord. Aan dat debat zit ik niet direct bij. Ik zit ook via het Economisch Forum, krijgen wel informatie. Ja. Maar ik zit niet bij dat debat. Maar als we, nu hoor ik een pleidooi. Misschien de regio wel. Dat maar ik hoor een pleidooi van Paul in de zin van, we moeten nog wel wat bereiken bij de provincie, bij het Rijk. Zoeken jullie ook de partnership juist ook niet bij de ondernemers die het uiteindelijk moeten gaan realiseren? Want misschien is het nu nog iets te veel een overheidsfeestje. Ik stel het gewoon even als open vraag. Daar komen waar Friso het net over had, de woningmakers ook weer om de hoek kijken. Want dat is voor ons ook een belangrijke partij
om ook richting provinciale en rijksoverheid te laten zien dat wij het hier anders doen. Ja. En dat we op een andere wijze kijken naar de markt en dat we samenwerken met de markt. De markt, zoals we met de woningmakers overleggen over plannen, is het niet zo van u vraagt en wij draaien. Nee, we zitten samen, staan we aan het stuur om te zorgen dat we voorwaarts gaan in het bouwen van voldoende woningen. En juist daar proberen we ook de Rijksoverheid in mee te krijgen. Van, daar hebben we jullie hulp wel bij nodig. Die versnellingsgelden die Ollongren heeft, die kan je hier heel goed inzetten. Want dan kan je ook heel veel gaan realiseren. Daar hoort infrastructuur bij, er hoort woningbouw bij. Maar daar heb je dat geld hard voor nodig. Maar bij die woningmakers zitten wel leden van Bouw Nederland. Er zitten ondernemers bij. Maar mag ik een stapje verder maken? Want het zijn dus de Amsterdammers die extra opgaven noodzakelijk maken. Laat het maar even in dat type begrippen neerzetten. Dan zag ik laatst een programma op tv waarvan ik dacht van goh, dat begrijp ik volledig. Een gezinnetje met ook nog meer kinderwensen. Drie hoog achter in de pijp. Prachtige plek. Mooi leven gehad, ongetwijfeld. Maar corona heeft ze wel tot het bewustzijn gebracht dat ze misschien toch wel ook dat achtertuintje wilden hebben. En misschien een eigen werkplek gewoon. En misschien ook nog wel een eigen werkplek, want dat is ook wel prettig. Ja. Maar je gaat in deze regio heel erg binnenstedelijk bouwen. Gaan al deze Amsterdammers straks hun tuintje krijgen? Gaan we iets bieden wat de markt niet wil? We gaan hier ook binnenstedelijk bouwen. We hebben groenstedelijk en we hebben binnenstedelijk. Ja. En wat we met het binnenstedelijke gebied vooral willen, is daar waar de mensen in Alkmaar aangeven. En dat hebben we in allerlei inspiratiesessies ook ervaren. Van waar woon je nu en waar zou je willen wonen? En als dat een appartement is, is dat dan een probleem. Heel veel mensen die nu in een eensgezinswoning wonen, die zeggen van nou, ik zou best aan het kanaal in een appartement willen wonen. Alleen die zijn er niet. Nou, dat is wat we nu aan het bouwen, of wat we gaan bouwen. Waarmee die eensgezinswoningen ook vrijkomen voor gezinnen. Want er zijn voldoende mensen die uit een eensgezinswoning naar een appartement willen. En daarmee krijgen we die markt ook in beweging. Friso, hoe kijk jij daar tegenaan? Ik heb soms het gevoel dat, nou, laat ik mezelf even als voorbeeld pakken. Het is altijd lekker makkelijk, is ook dichtbij. Ik woon heerlijk met een tuintje. Ik zou best in een appartement kunnen wonen, maar ik ga het echt niet doen. Is dit niet een theoretische discussie? Voor een deel is, zeker als je een iets extremer trekt, en zo wordt die discussie vaak gevolgd, van we krijgen kleinere huishoudens, meer ouderen, is wens naar appartement. Ja. Blijkt totaal niet het geval te zijn. En vaak een wensdenken van stedenbouwkundigen en aanverwant volk, die ons dat een beetje willen opdringen. De Rijksbouwmeester is ook zo'n figuur die daar maar op zit te drukken. Nou, daar moeten we gewoon massaal en bij herhaling en consequent aan de hand van ook ervaringen en onderzoek benadrukken. Nou, Paul doet hem iets genuanceerder. Hij zit op het randje. Maar ik denk wel dat de plannen voor de kanaalzone in Alkmaar, dat je daar in ruime mate ook appartementen bouwt op hele goede locaties. En Nederland is niet echt een appartementenland. Dus die appartementen zijn vaak niet ideaal en een beetje knullig. Maar als we dat beter doen, is daar ook wel vraag naar. Ik heb wel nog twee kanttekeningen daarbij. Ik ga nog even door, voorzitter. Ik kom zo even met de vraag uit zeg maar de chat, maar ga even door. Ja. Ga even door. Dat we wel moeten kijken. Kijk, een deel van die beetje verandering of accentuering van die vraag naar wat ruimer wonen. En een riante buitenruimte, dat kan trouwens bij een appartement ook een goed balkon zijn. Een ruim balkon en niet zo krappies. Ja. Maar vaak ook een tuin. Ik denk dat inderdaad daarvan een deel met meer thuiswerken als structureel effect van corona, structureel, dat die vraag daar ook een beetje een zwiepert mee kan krijgen. En dan kijk ik toch ook naar meer de landelijke gebieden van ons deel van de provincie. Ja. En dan lijkt me dat nog te veel plannen worden een beetje afgekapt. Voornamelijk ook door de provincie. Die ziet dan echt een millimeter. Neem de gemeente Medemblik met een aantal kernen. Nou, die vind ik dat die te veel worden afgeknepen. Dus daar zit nog wel een punt in. Die spanning zit nog wel in de opgave. Dat vind ik wel, ja. Een inwoner van Alkmaar die zich meldt. De wethouder vertelt net over het woningmarktonderzoek, maar mij is nooit iets gevraagd. Er zit iets achter in de zin van, ik geloof je verhaal niet helemaal. Nou, dat kan. We hebben geen stadsbrede enquête gehouden. Er zijn een aantal inspiratiesessies geweest waar gewoon Alkmaarders voor uitgenodigd zijn geweest. Toen we bezig waren met het ontwerpen van de plannen rond het Alkmaars kanaal, toen nog de kanaalzone hetend. Ja, daar had je gewoon naar binnen kunnen lopen.
Het is jammer dat deze persoon dat heeft gemist. Maar daar komt wel zeg maar deze wetenschap vandaan. En overigens is het ook een voortdurende vraag die ons bezighoudt. Want we hebben aan de VU hebben we gevraagd om juist met behulp van data science techniek ons te helpen om te kijken van of die vraag verandert. Hè? Want je hebt gelijk, Friso. Hoe weet je dat je de juiste dingen bouwt voor de nabije toekomst? Nou, daar hebben we juist die nieuwe data science technieken nodig. Het wordt heel erg trendgevoelig. Ik denk dat een hele... Want in de planologie, over een aantal jaren terug, Friso, maar dat geef je ook al aan. In de planologie, ik woon dan in Bergen. Nou, dat zou alleen maar vergrijzen en daar zou echt niemand meer komen. En dat was gewoon dat zou een uitgestorven gebied worden. Nou, wat je nu ziet is dat gewoon veel mensen uit Amsterdam, daar verkopen ze natuurlijk een huis duur. Ze kunnen in Bergen toch een huis kopen en die komen gewoon die kant op. Dus dat vraagstuk, ik had toen mijn twijfels al of dat zo was, want ik woon er echt met plezier. Ja. Maar het vraagstuk is, hoe krijg je wel de goede informatie wat mensen echt willen? En dat is echt lastig. En kan je ver genoeg vooruitkijken? Nou, want vijf jaar geleden wisten we ook niet, zes jaar geleden, dat de EMA naar Nederland zou komen. En dat de Europese school in Bergen echt een belangrijke trekker zou zijn. Ja, maar die gaat nu dus weer naar Zaandam of Alkmaar. Nee, die hopen we naar Alkmaar te krijgen. Dus dat is ook niet voor niks dat we ons daar druk over maken. Het zijn voor ons wel belangrijke elementen. Dus je ziet in feite dat zeg maar blauwdruk denken over langere termijn nooit werkt. Ik wil toch nog even de opmaat maken. Mag ik nog één? Want je gaat schakelen naar een ander thema. Klopt. Je mag nog eventjes. Nou komt mijn kritiekpuntje richting Paul. Het bleef eigenlijk nog even. Hij zat erop te wachten. Nou ja, dat is, en dat neem ik even Alkmaar als voorbeeld, waar het trouwens tot nu toe wel goed is afgelopen. Dat is ook, als we die tempo willen houden in de woningbouw en ook de betaalbaarheid hoog aangeschreven hebben, dat betekent ook iets voor de eisen die gemeenten stellen aan de woningbouw. En dat is ook wel een dilemma voor een gemeente, want die wil circulair, die wil duurzaam. Nou, daar is een plan, een idee geweest voor, ik geloof Paul dat het heette de Alkmaarse norm. Alkmaarse woonnorm. De Alkmaarse woonnorm. Dan ligt er nog steeds hoor, dus niet van tafel. Oké. Nou dan is de discussie actueler dan ooit. Want daarvan zeggen de marktpartijen, ontwikkelaars en bouwers, ja, dat betekent ook extra kosten weer. Wat wil je nou betaalbaar? Of wil je alle publieke eisen op elkaar stapelen? En nog een voorbeeld. We hebben je maakt wel een heel mooi opmaatje naar het volgende onderwerp. Okay. Want dat was precies ook de vraag die ik aan Dick wilde stellen. We hebben hoge ambities. We willen veel bouwen met hoge eisen. Het moet kwalitatief goed zijn. Het moet duurzaam zijn. Circulair. Kortom, alle energie-neutraal. Komt een hele pakket van eisen lichter. Kunnen jullie dat wel waarmaken tegen een redelijke prijs? Want dat is denk ik dan vervolgens de vraag. Want uiteindelijk zal jij moeten intekenen op een project en de randvoorwaarden ingevuld hebben en tegelijkertijd ook nog een consument vindt die het wil betalen. Nou, maar alle dingen die je noemt, als je daar dus een prijskaartje aanhangt, dus zeg maar energie neutraal, uiteindelijk kost het meer. Dus dat is gewoon de opmaat. Ja. En dan kan je in het bouwproces kan je natuurlijk nog wel proberen om daar nog een winst te halen met wat meer. Projectmatig en dan gewoon dat je dat op die manier gaat doen. Ja, nu is er ook een tekort aan arbeidskrachten. Gewoon om, we hadden het in het voorgesprek een stukje door, dus moet je 5 maanden op wachten voordat hij bij je thuis langskomt. Ja, dat zijn allemaal wel kostenverhogende effecten zijn dat. Kijk, als je natuurlijk in de crisis kijkt, 2008, je gaat daarna kijken, kon je natuurlijk een ZZP'er voor een bedrag krijgen waar die man gewoon niet eens, daar kon hij net van leven. En dat is nu, die hebben ook een inhaalslag gemaakt en misschien is dat ook wel te ver doorgeschoten. Dat kan ik niet beoordelen, maar maar de marktwerking is er nog steeds. Hè. Er zijn nog steeds aanbestedingen, de huizen worden uitgerekend en degene die het laagste is, die bouwt het. Dus, en wat de marges zijn eigenlijk nog niet echt dat je nou zegt van nou daar... worden een heleboel mensen heel gelukkig van. Is zeg maar de opgave die er ligt... in hoeveelheden, maar ook in kwaliteitseisen, waar Friso best wel een kritisch punt bij plaatst, dwingt dat ook niet tot een vorm van innovatie in de bouw die ook niet erg hard loopt. Ja, maar die innovatie is er wel, maar kijk, dan kom ik toch weer terug op het punt wat eerder gemaakt is. Als je als bedrijf wil gaan investeren, dan moet je ook een continue opdrachtenstroom hebben. En dat is een herhaling van zitten. Als dat perspectief niet geboden wordt, of tenminste men is daar niet zeker van, Dan is dat vertragend. Maar als je bij de voorbijgroep kijkt in Amsterdam, dan maken ze gewoon hele skeletten van huizen. En daar werken nog 25 man, terwijl er vroeger 150 man werken. Alles is gerobotiseerd. Dus het is er wel. Alleen
Die hebben dan in die crisis hebben ze besloten van gaat de fabriek dicht of gaan we het op deze manier proberen. Ja. Nou, daar hebben ze dan daar nog voor gekozen. Dus dat is er wel. Maar niet alles kan je prefab. Nou, dat is natuurlijk ook niet het verhaal. Dus, maar je kan, als je mijn ervaring met industrialisering van het bouwproces, dan wordt het dus meer monteren. Kan je met minder mensen toe en dus het meer in elkaar zetten van in plaats van veel metselen, zou ik maar zeggen. Een beetje overdreven. Daar praten we al jaren over. We verwachten bij de vorige crisis, verwachten met dubbel T, dat er toen een doorbraak zou komen, is niet gebeurd. En als je over doorvraagt met mensen met initiatieven, dan is vaak van, ja, dan moeten we toch een nieuwe fabriek opzetten. En het bouwbedrijf, dat is geen geheim, de kapitalisatie is vaak gering. Dus er is weinig asem voor zulke investeringen. Dat is één. Twee, het werkt natuurlijk vooral als je ook redelijk gestandaardiseerd kan produceren. Bij binnenstedelijke appartementen is het vaak erg maatwerk knutselen om dat te doen. Dus daar zal het waarschijnlijk het laatst echt doordringen. Maar dan houden we nog een heel scala over van mogelijkheden die het eerst aan de beurt zijn. Maar het komt dat jij het niet helemaal mee eens bent. Nee. Volgens mij kan je elk bouwproces met uitzondering van een vrijstaande woning behoorlijk goed standaardiseren. En ook met nieuwe technieken en andere bouwmaterialen. En cross-laminated timber is zo'n materiaal waarbij je CO2 feitelijk opsluit in het gebouw zelf, want je gaat hout gebruiken. In plaats van dat je beton stort wat CO2 oplevert, zet je hout in als bouwmateriaal. En je kan met een standaard maat werken, maar hout is heel makkelijk te bewerken, zelfs op locatie. Waarbij je kan vergroten en verkleinen en hele interessante bouwwerken kan maken. Er zijn ook voldoende voorbeelden van. Een ander bedrijf die nu in Alkmaar bezig is op de Spiegelstraat. Die werkt, zoals je net zegt, af fabriek. Maar daar hebben ze wel een proces ingericht waarin ze per onderdeel gewoon verschillen kunnen maken van hoe dat er dan uitziet. Maar het wordt wel allemaal fabrieksmatig gemaakt. Nou, je kan het een beetje vergelijken met je auto. Je hebt één model auto, maar je hebt allerlei aanvullingen die auto luxe of minder luxe maken. Maar in het voortraject zitten dan echt hele grote investeringen die je moet maken. En dus moet je dus ook zicht hebben op continuïteit, dat je die investering ook terug kan verdienen. En daar hadden we het net over, dat wij in ieder geval proberen om ver vooruit te blijven plannen, zodat dat ook blijft gaan. Nee, dat is goed. Maar de standaard dingen, elementen in een auto, die zijn toch wel vrij evident. En de extra's zitten in dingetje zus, een paraplu standaardje achter in je laadbak, dat heb ik dan. Kijk, gewoon. Luxe auto. Is 80. Maar snap je, dat er is een groot verschil met de auto-industrie. Wat ik wel positief vind, ook in het verhaal van Paul, dat de ruimte wordt geboden, ook bij jullie, en aangemoedigd door dit soort innovaties. Ja. Laten we dingen proberen. Daar is die woonnorm wel voor bedoeld. Hè? We willen aan de ene kant normeren en de andere kant uitdagen. En daar moet die woonnorm ons bij helpen. Hij is ook nog niet voor niks er nog niet. Hè, want we willen daar nadrukkelijk met de markt over praten. Van hoe gaan we dat dan doen? Want het laatste wat we als lokale overheid, en ik praat dan even als wethouder wonen in de gemeente Alkmaar, willen is dat wij iets opleggen wat onhaalbaar is. Nee, het moet iets zijn. Zo is het overgekomen. Ja, dat weet ik. En daar zijn we ondertussen alweer overheen. Hoor. Dus en de woningmakers ook. Maar waar we vooral naartoe willen is van hoe zorgen we ervoor dat we innovatie in de bouw met elkaar verder brengen. En niet in kleine stapjes, maar in grotere stappen. Want dat hebben we gewoon nodig. Ik wil toch nog even terug naar de sector zelf. Want er wordt over jullie gesproken. Dat hoor je duidelijk. De heren hebben er ook een mening over. En voor je het weet kreeg je instructie hoe je een houten huis in elkaar knutselt. Dus wat dat betreft, steeksleutel 17. Dat is geen punt. Maar wat doet de sector zelf aan dit onderwerp? Aan innovatie bedoel je? Ja, om zeg maar gestructureerd de ontwikkeling, want het is niet alleen een regionaal verhaal, het is natuurlijk een nationaal verhaal. Dus ik kan me best voorstellen dat Bouw in Nederland daar heel goed over nadenkt. Misschien zelfs met het kabinet in te spreken. Jongens, jullie hebben ook een behoorlijke duurzaamheidsambitie. Komt niet erg van de grond, maar we zouden een rol kunnen vervullen, maar dan vragen we dat en dat. Hoe zitten jullie in die wedstrijd? Nou, kijk, wij hebben zeg maar wel met de gemeentes de bouwoverleg. Hè? Dus dat is zeg maar waar wij dus wel één op één ook de aannemers met de wethouders en desbetreffende ambtenaren, die overleggen zijn er.
innovatie is natuurlijk toch echt wel een heel specifiek ding. En er wordt natuurlijk best wel geïnnoveerd, want het is niet zo dat de bouw nog hetzelfde is als in 1900. Dat is natuurlijk ook echt niet zo. Maar het zijn natuurlijk wel kleinere stapjes, daar ben ik mee eens. En er zijn natuurlijk wel een aantal voorlopers. Als je de Nijs in warme huizen neemt, als je hun logistiek hebt, want logistiek is ook nog eens echt een ding. Als je kijkt hoe ver die daarmee zijn, dat het echt, zeg maar, echt op time management gewoon binnenkomt. Ja, daar worden dus echt wel stappen gemaakt. Dus het is niet zo dat het iets niet is. En standaardiseren, ja, dat kan voor een deel. Maar ik ben met de Friese eens, die hebben toch ook altijd nog... Als alle huizen standaard zijn en ze zien hetzelfde uit, dan worden ze ook niet meer verkocht. Ja. Dus, maar hier past wel, vind ik, Dick, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik kan het sowieso wat makkelijker zeggen, past ook wel kritiek richting de bouwwereld. Zeker hoe ze het landelijk organiseren. Want elke keer wordt er weer een aanloopje genomen met meer een commissie. Ik heb dat nou 3 keer meegemaakt. De laatste club is onder leiding van Wientjes. Nou, die zouden het doen. Alle deuren zouden opengaan. Ik weet niet of dat, hoe heet het, de bouwagenda, het heeft weer een naam. Ja. Maar er is gewoon geen fuck van terechtgekomen. Dus de ontwikkelingen die hier geschetst zijn, zowel door Paul als net door Dick, die komen primair van bedrijven zelf en groepjes bedrijven. Maar niet vanuit de centrale organisatie. Daar komt eigenlijk vrij weinig uit. Als we dat nou met elkaar constateren, enerzijds een drive bij het bedrijf, want daar moet het primair vandaan komen. En de overheid kan het voor een stukje afdwingen door eisen te stellen. Of, dat nou of stimuleren. Of stimuleren, laten we het positief formuleren vanuit een goede agenda. Die dialoog kan je ook van de grond brengen. We hebben tegelijkertijd in onze regio een hele grote woningbouwambitie. Die hebben we net met elkaar geschetst en daar moet voortvarend in gewerkt worden. Waarom gaan we dan onze innovatieagenda niet op Noord-Holland-Noord-niveau organiseren? Waarom heb je dat als economisch forum nog niet op de agenda gezet? Ik denk dat dit typisch een onderwerp is wat je ook regionaal kunt oppakken. We hebben de kennis in huis, we hebben het ondernemerschap in huis. Een overheid die wil. Ik leg het maar bij jullie op tafel. Ja. Nou ja, we zitten natuurlijk hier in een geweldig pand waar Terra Technica ook in binnen zit. Ja. Dus daarmee zouden we juist de verbindingen moeten maken samen met Bouw het Nederland, lokale aannemers en ondernemers, van hoe ga je dit dan verder vormgeven? Want de ambitie is er, de voorbeelden zijn er ook. En hoe breng je dat nu verder in een regulier bouwproces, zodat Bouw het Nederland dat ook in hun bedrijven goed kan plaatsen? Wat vind jij ervan, Dick? Ik vind het iets te makkelijk om zeg maar Bouw het Nederland... Mijn achterban. Want kijk, Bouw het Nederland, hoe is Bouw het Nederland georganiseerd? We hebben Zoetermeer, hè, dus Maxime Vragen. En daarnaast hebben we regio's. Nee, maar gewoon om aan te geven. Kijk, de innovatie komt natuurlijk niet van Bouw het Nederland. Van de vereniging Bouw het Nederland. Dus waar je naartoe moet, is dat je met innovatieve bedrijven die lid zijn van Bouw het Nederland, daar moet je mee aan de slag. Want een vereniging kan dat niet gaan organiseren. Dus je zou misschien wel het kunnen zorgen dat het bij elkaar komt. Maar je kan het wel faciliteren. Je faciliteren, maar wij kunnen dat als vereniging gaat het natuurlijk niet. En als je naar onze leden kijkt, er zijn natuurlijk mensen, de grootbedrijven. Dan heb je de middengrote bedrijven. En je hebt natuurlijk gewoon de man en de timmerman met 1 man personeel. Dat zijn de leden van Bouw het Nederland. Dus dan moet je dus echt wel met de innovatieve bedrijven, wat ik noemde, de Nijs, dat zijn innovatieve bedrijven. Die heb je nodig om dat aan te slingen. Ja, dat kan je als vereniging niet. Ik vind het wel goed, de benadering van Dick, dat hij voert hem terug naar een aantal bedrijven. Ja. Een paar trekkers heb je nodig, nou, zoals de Nijs. En die nemen dan ook een paar anderen mee. Ja. Dan heb je nog die Willy Wortels trouwens, dus de kleintjes. Daar moet je wel onderscheid maken tussen prikkenbeenfiguren. Ja, die hebben een idee en denken dat ze briljant zijn. Ik krijg er elke week wel eentje langs. Ja, die houden, dat is leuk, maar schiet niet echt op. Dus je moet wel goede kandidaten voor die innovatie hebben. Als daar animo zou zijn, dan zouden we hier in Ik zie dat we die animo is er, hè, want er wordt gebouwd op moderne wijze, op duurzame wijze. Onder andere door Draaisma Dijkstra. We hebben Finch woningen hier staan, dat is cross-laminated timberbouw. Ja. Dat zijn partijen, de Nijs, die dan hier ook binnenkort aan de slag weer gaat. Dat zijn wel bedrijven die ons kunnen helpen. Van jongens, hier doen we het op deze wijze. En dat doen we niet omdat we denken dat we dom zijn. Dit doen we omdat dit duurzaam is en ons helpt om te versnellen en beter te bouwen. Ja. En de kosten te drukken. Ja. Wat tegenover die extra duurzaamheidsinspanningen moet staan. Anders wordt het gewoon te duur. Wordt het kostbaar.
Als we dit nou met elkaar constateren, dat je eigenlijk een voorhoede van bedrijven, en we hebben er worden een paar hele mooie voorbeelden genoemd, en zo kunnen we denk ik in de regio nog wel meer vinden. Wie start zo'n overleg eigenlijk op? Ik kreeg hier ook een vraag over allemaal mooie dingen, over verduurzaming, standaardisering, innovatie. Maar waarom loopt het dan nog steeds paak? Moeten we iets gaan organiseren in de regio? Ja, kennelijk wel. Wie doet dat? Nou ja, met de woningmakers zijn we in gesprekken rond die Alkmaarse woonnorm. Daar zit die verduurzamingsvraag in. De afgelopen half jaar heeft dat wel stilgelegen, omdat we met elkaar wat gehinderd waren om het goede gesprek te voeren. Die gesprekken kan je niet voeren via een Teams of een Zoom-overleg. Nee. Daar moet je met elkaar in een ruimte zitten. Moet je de flap overs tegen de muren hebben of de felle papier op tafel. Om met elkaar creatief te kunnen gaan denken van wat kan wel en wat is gewoon gods onmogelijk om te doen. Nou, dat proces, dat wordt in ieder geval door de gemeente Alkmaar de komende tijd verder ondersteund. Maar we moeten dat verbreden. Het moet breder worden dan waar we nu staan. Dan zou op die manier, en dank voor je interventie op dit punt, van die discussie rond de Alkmaarse woningnorm, wat een zagrijnige discussie leek. Zou er een hele positieve van kunnen maken. Zou een positieve wending kunnen krijgen door die innovatieve kant te benaderen. Geef ik gelijk toch een antwoord, en Paul gaf het eigenlijk ook al, dat dat bij de woningmakers eigenlijk een goed forum is om dat aan de orde te stellen. Want daar zitten naast de bouwers ook de ontwikkelaars bij. Dus de opdrachtgevers weer aan de bouwers. En die moeten het ook zien zitten. Want die nemen dan ook zo nu en dan een extra risicootje. Door met die nieuwe innovatieve methodes aan de gang te gaan. Ja, er zit nog wel een element in. Hè? En dat is als je op die nieuwe innovatieve manieren, die op dit moment waarschijnlijk per woning toch iets duurder is dan de klassieke manier. Maar als dat in je woonlast ook iets oplevert, dat is ook iets waar we met elkaar als samenleving ook naar terug kunnen grijpen. Van let op, u gaat in een woning wonen die 100% uit hout bestaat. Ja. En daarmee is uw maandelijkse stookkost, energielast, is maar een tientje in de maand. Ja. Ja. Dan ga je er toch ook anders naar kijken. Van dat kan ik dus vertalen ook naar van wat die woning kan kosten. En daar geldt dus bij, ik noem het maar even een randvoorwaarde wat mij betreft, dat die noodzaak tot productie, ook denken gewoon in aantallen, naast kwaliteit, maar soms is kwaliteit en innovatie een afleidingsmanoeuvre om niet de kwantitatieve prestatie te leveren, dat we dat, is een randvoorwaarde, dat we die taakstelling wel vasthouden. En die planningsmethode, die we eerder bespraken, er bovenop zitten, niet te optimistisch plannen, passende locaties blijven zoeken, doorlooptijd van locatie naar oplevering minimaal 10 jaar, dat we dat blijven doorzetten. En daarbij dus een meervoudige opgave die eigenlijk heel erg gekoppeld kan worden. Innovatie aan toch wel heel planmatig de druk erop houden, zodat ook de kwantiteit gerealiseerd wordt. Dat is een belangrijke conclusie, maar de echte vraag die ik stel, die beantwoord je niet. Maar wie gaat dit nou eens regiobreed organiseren? Ik denk namelijk dat Noord-Holland Noord, kijk ik maar even vanuit mijn eigen discipline, hoe ik er naar kijk. Een regio is die van origine innovatief bouwondernemerschap kent. Ja, maar we hebben net dus wel antwoord op jouw vraag. Ja, maar je hebt het een beetje bij woningmakers neergezet. Nee, niet een beetje. Dus Paul gaat morgen en jij gaat morgen, ga je naar de woningmakers, zeg jongens, organiseer een sessie met ook de bouw zelf. En we gaan ervoor zorgen. De verdere organisatie moet je dan aan ons overlaten. Ja. Nee, maar ik denk dat dit wel een belangrijk punt is wat jullie nu benoemen. Dat daar dus hele grote kansen zitten. Dat klopt. Het zijn ook hele grote kansen. Het economisch ook zeer interessante kansen voor onze regio. Denk ik ook. En dus daar, het is niet alleen maar een bedreiging, maar het is ook een geweldige kans om vanuit energieinnovatie op een nieuwe manier te kijken naar hoe kan je het bouwproces voor de toekomst op een andere wijze vormgeven, waardoor je antwoord geeft op die complexe vraag van hoe zijn we voldoende geëquipeerd voor een verandering in de samenleving op het gebied van energiegebruik? En hoe kan je sneller en effectiever bouwen? Nou ja, jouw vraag, Thijs, is even breder dan woningmakers. Want woningmakers is alleen Alkmaar en omgeving. Mm-hmm. Jouw dus vraag moet is breder van hoe krijg je dan... Ja, maar Dick, jij zei zelf ook, je moet ook beginnen bij de bedrijven zelf. En die zijn actief in het... Ja, maar ik weet niet, de nijs zit niet bij woningmakers. Nee, dat klopt. Maar daar heb je helemaal gelijk in. En als ik met bedrijven spreek, dan probeer ik ze ook te betrekken bij deze discussie. Want het is niet een discussie van uniek alleen de woningmakers.
Maar innovators die zeg maar in de markt zijn, ja. Ja, weet je, sluit aan, want er is geen alleenrecht bij de woningmakers. En je zoekt ook, je moet voorkomen dat je weer een nieuw organisatietje begint. En dan vind ik die woningmakers, nogmaals, daar ontmoeten publieke en private partijen, de bouwers en de ontwikkelaars ontmoeten daar de gemeenten meervoud, is een goed platform. En je kan om er ook zo bij aansluiten als bedrijven. Het is geen exclusieve... Het klinkt misschien heel gek, want jullie dachten dat we pas net aan het begin van ons gesprek waren. Maar we zijn al ongeveer aan het eind van ons gesprek. Als ik dit gesprek mag samenvatten, dan is de conclusie die ik er hiervan aan overhoud. De sector heeft het in de coronaperiode goed gedaan. Er liggen hele grote uitdagingen in deze regio. Een grote opgave. Onder voorwaarde dat we dan een aantal dingen heel goed regelen. Druk op zeg maar het tempo van plannen in de markt zetten. En we hebben eigenlijk net aan onze agenda nog iets toegevoegd wat ik een hele mooie vind. Laten we ook vooral het woord innovatie daaraan koppelen, zodat deze regio nog duidelijker zeg maar, zich positioneert als heel kansrijk. Ik denk dat dat even heel snel wat conclusies uit dit gesprek zijn. We zijn nu echt aan het eind van het programma. Jullie heel erg dank. Onze volgende livestream is op 16 september. Moeten we heel erg vroeg op, om 8:30, want dan zenden we het miljoenenontbijt uit, wat we samen met de Rabobank organiseren. Dus iedereen die daar belangstelling voor heeft, even naar NA Next, de website, en je kan je inschrijven en deelnemen. Dank voor jullie aanwezigheid. Ja, graag gedaan. Zit er nog aan de boekenbon aan vast? Een kop koffie, Friso, denk ik. Ik denk dat je nog een kopje thee. Een kopje thee met een zoetje.